Hey Blokje Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farm Manager 2021. We hadden de vorige keer had ik een beetje problemen van hoe alles werkte en hoe ik moest inzaaien. Maar door de reactie van, ik zal hem er even bij pakken, van Wiedek Games, die komt nog eventjes in beeld. Ik heb het spel ook en je moet op het vraagteken klikken en dan kun je het zaad kiezen en dan gaat het vanzelf als het goed is. En dat heb ik dus net gedaan, ik heb op dat vraagteken gedrukt hier zo. En dan kunnen we inderdaad inzaaien. Dus dat is super tof. Daar ben ik hartstikke blij mee. Dus dit veld wordt nu ingezaaid met gras. En we moeten nog een veld met haver en... Ja, even kijken hoor. Kunstmest, zaad zit erin. Dus we moeten hier nou ook daarop klikken. En dan moeten we... Oatseed. Als het goed is, komt er dan een puppeke. Die gaat naar die trekker toe. En die gaat dat inzaaien. Als het goed is, is dit ingezaaid. Dus dat is helemaal top. Kijk, hij staat in de trekker. Hij pakt de ploeg. Of hij pakt de cultivator. En hij gaat dit inzaaien. Hopelijk met... met dinges. Oh, hij doet nou die. Tuurlijk, hij moet natuurlijk eerst deze doen. Dus laten we ook eventjes een extra werknemer aannemen. Of misschien eventueel een extra trekker. Misschien is dat wel een betere trekker. Hoe duur is die? Orchard tractor. Ja, doe die maar kopen. Doen we één extra trekker erbij. En dan gaan we ook nog even één iemand aannemen. Hire. Voor mij kun je dat ook kiezen, of niet? Voor trekken. Endurance. Plants, machines. Kijk, dan doen we die. Dan hebben we die ook aangenomen. En dan... kan in ieder geval alles tegelijkertijd gaan gebeuren. En dit moet ook nog ingezaaid worden met... wat was het ook alweer? Fodder was het. Fodder beet seed. Zo. Als het goed is dat nu allemaal ingezaaid. We hebben dus nu ook twee trekkers. Dus als het goed is, kunnen ze met twee trekkers aan de gang. De ene die zaait, de andere die ploegt en de andere die doet cultiveren en zo. Als het goed is. Dus dankjewel jongens voor de reacties. Ik heb deze game namelijk ook... weggegeven op Twitch afgelopen zondag. Mocht je die hebben gemist. Staat op twitch.tv/blockygames. Even kijken. Silage storage will come handy by the barn and a cow shed. It enables the processing of grass and straw into silage for animals. Build 2x storage for silage. Oké, dan moeten we dus 2 storage for silage kopen. Een storage voor silage. Zetten we hier neer. 1 en 2. Zijn die ook gebouwd? No machines fertilizer spreader. Of not enough staff. We hebben toch een... Die hebben we toch? Of waarschijnlijk moet ik ook nog dat spul kopen, denk ik. You need to prepare for more milk and more crops. Build an additional warehouse and logistic building. The logistic center will significantly speed the transport of goods. Kijk, hier moet ook eventjes in iemand opzetten. Die. Zo, gezondheid. Ik moet daar namelijk eventjes een beetje allemaal mensen voor aannemen. Dus we doen nog even 2 mensen aannemen voor de zekerheid. Build an additional warehouse and a logistic building. Oké, dus dan moeten we een warehouse. Ik heb toch al een warenhuis heb ik toch al gekocht. Maar ik moet een logistic center moet ik hebben. Social. Garage. Garage. Decorations. Others. Kijk, een logistic building. Oh, het regent. Kijk, die kunnen we wel hier neerzetten. En dan wordt die ook gebouwd. Ja, dan moet hier... even kijken, dan moet hier... Wat voor gras hebben we eigenlijk ingezet? Gewoon normaal gras, hè? Ja, dan moet hier gras in. Change production. Gras en daar moet ook gras in. Geen biogras. Wat is dit nu? Het is nou ingezaaid, hè? Maar waarschijnlijk moeten wij ook nog van het spul kopen. Products others. Kijk, we moeten van dit spul halen. We hebben anti-faggers en we moeten ook... Wat is dit? Anti-weed. Chemical fertilizer.
Dus laten we daar ook 2000 liter van nemen. Maar waarschijnlijk moeten we dat later doen. Want anders ga ik weer te veel te snel lopen. Deze heeft geen stroom. Dat is een beetje lastig. Dan zetten we deze wel hier neer. Zo, nou heeft hij wel stroom. Als het goed is. Maar ik zat er net de game op en ik had hem al geen nergens zat meer stroom. Dat is een beetje lastig. Build an additional warehouse and a logistic building. Logistic will significantly speed up the transport for goods. Dus we moeten dus toch nog een extra warenhuis kopen. Nou, zou dan wel. Maar dit is ook een scenario, hè. Als we verder de game ingaan, dan kunnen we natuurlijk ook zelf helemaal beginnen. Kijk, maar nu komen er dus vrachtwagens. Die halen de spullen op en die brengen het daarheen. En dat gaat een stuk sneller. Als het goed is. Kijk, oh no, the animals got sick. Call a vet as soon as possible. Ja, dan moeten we volgens mij... Hoe deed het ook weer? Hoe doe je ook alweer een... Dat is voor mij ook een tijdje geleden. Hoe bel je een... De dieren die zijn ziek. Call a vet. Hoe was dat ook alweer? Overview, staff list. Voor mij moest ik dan gewoon hierop klikken. Ellsberg got sick. Wie zijn er ziek dan? Die zijn ziek. Kijk, call a vet. Ik wou zeggen. Nou komt de dierenarts die komt langs en die gaat de koetjes eventjes onder handen nemen. Nou, als het goed is, wordt dit allemaal zometeen, gaat dit groeien? Ja, ze moeten, daar heb je de dierenarts al. De dierenarts die gaat ervoor zorgen. The situation is under control. You'd better build a veterinary clinic to keep the animals healthy. Kijk, maar dit is ook allemaal om de game een beetje te leren. We moeten een wat voor ding? Fraternity clinic. Gewoon een eigen ding. Fantastisch. Zetten we wel daar neer. En dan ga ik ook even de weg weer eventjes doortrekken. Dat ze ook via hier langs kunnen. Zo. Dus dan moeten we nou ook hier weer stroom. Echt, dat stroom, dat is vreselijk. Zo. Focus on producing cheese and butter. Produce and sell 800 of it. Kunnen we ook... Ja, we moeten 800... Wacht even. Hoeveel melk hebben we nu? We hebben heel veel kaas. Dat kaas doen we allemaal verkopen. Levert ons 19.000 op. Zo. En dan moeten wij nu even dit om focussen naar boter. Ik denk dat dit boter is. Ja, juice. Maak er maar even boter van. Als dat klaar is, dan hoop ik dat wij dan weer iets met de velden kunnen doen. Want alles is nu ingezaaid. Hier zit van de bieten, haver en gras. Kijk, je ziet ook constant die vrachtwagens alle kanten op rijden. Die zorgen voor de aanlevering van producten of de aflevering van producten. Ik denk dat wij trouwens een fertilizer... We hebben toch een fertilizer spreader, hadden we toch gekocht? Want ik krijg heel de tijd melding dat ik een fertilizer spreader moet kopen. Ik dacht dat ik die toch al had. Of heb ik die niet? Ik heb geen fertilizer spreader. Maar ja, ik kan het nou wel gaan doen. Maar straks... moeten we dat ook nog doen. En dan ben ik het al voor geweest, weet je. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Maar, we hebben hier ook weer wat boten en kaas. Ja, alles... Alles. We moeten 800 van dat spul verkopen. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar dat bemesten, moet dat met een trekker? Ik dacht ook dat dat met mensen komt. Maar waarschijnlijk hebben we dan te weinig mensen. Kijk, want je kunt het wel zien. Zie je, het is nu geploegd. Het moet eerst bemest worden en dan ingezaaid. En dan eventueel dat. Dat is water, oogsten en opnieuw. Denk ik. Ik denk dat dat ervoor staat. Het veld is momenteel nu alleen geploegd. Maar nog niet bemest.
Moeder van alles 800 verkopen. Nou, kaas hadden we al 800 van verkocht, dacht ik. Oh nee, dat is niet waar. Ja, kijk, kaas hebben we wel klaar. Boter is nu bezig. Dus ik koop maar gewoon een fertilizer spreader, want dan kan het in ieder geval vast groeien. Misschien zit het dan nog wel iets te ver dan dat de game eigenlijk wil. Maar dat is niet weg. Nou, en als het goed is, zouden ze zo meteen gaan bemesten. Hoop ik. Want wat is... Not enough staff, field 1 grass. Nee, maar dat hoeft toch niet, want we hebben toch trekkers. Hij gaat in de trekker zitten. En dan pak je de fertilizer spreader inderdaad. Dan gaat hij eerst naar het warenhuis, denk ik. Of wat gaat hij doen? Ik weet niet wat hij gaat doen. Hoort hij ook alweer de HUD uit? Er was toch een knop voor? Even een screenshot maken. Controle. Waar was het ook weer? HUD weg. De hut weg. Change game speed. Create a field, hire staff. Zoom, demolish. Move to home. Ik dacht dat daar een knop voor was. Nou, dit is het laatste veld wat nu momenteel wordt bemest. Kijk, dit veld wordt ingezaaid, zo te zien. Ik weet niet of we dan al voor op de feiten lopen, maar dat is niet zo heel erg. Want we moeten nu eerst... de boter is bijna klaar, zoals je kunt zien. Daar hebben we bijna 800 kilo van gemaakt. Dat duurt eventjes voordat het klaar is. En dan kunnen we het boter verkopen. En dan moeten we eigenlijk in principe alleen nog 800 kilo aan kaas maken. En volgens mij gaat kaas ook een stuk sneller als het ding is. Kijk, het veld is aan het groeien. Wat goed. Nog 39 dagen en dan groeit het. Hier moeten we ook even... Ja, dat is wel een dingetje. Hier mogen ook mensen op. Want dit is nu bemest, maar nog niet ingezaaid. Waarschijnlijk wordt dit nu ook ingezaaid. En... Oké, dan moeten we het nu even... Ik doe allemaal dingen tegelijk. Nu moet er weer kaas worden gemaakt. Zo, en dan kunnen we... nee, niet de melk verkopen. De boter verkopen. Oh, we hebben twee nog. We moeten straks ook nog boter maken. Dat is niet zo erg. Oh nee, hebben we wel klaar. Nee, dat is produceer. We moeten nog een klein beetje boter verkopen. En dat moet nog. Dus laten we eerst weer even changen naar boter. Dan kunnen we het boter vooral namelijk achter ons laten. Maar dat hoeft niet meer zoveel. Dit veld is ook ingezaaid met haven. Dus dat is ook top. Dat duurt nog 103 dagen. En hier hadden wij te weinig mensen, dacht ik, om in te zaaien. Want dat stond er ook wel. No machines, field 3 for the beats. You don't have enough available staff in range for field. You need 4 extra. Not enough resources. You don't have enough resources to go to the market and stock up. We hebben te weinig geld. Of te weinig gras. Maar dat is niet zo heel erg, want dit kunnen wij bijna... Alhoewel. Nou, laten we toch maar even wat bij kopen. Gras, please. Fruit and vegetables. Nee... Products, others. Ja, hier, gras. Doe nog maar even 2000 aan gras erbij kopen. Moet even melk worden gemaakt. Of verboten. 270. En dan hebben we die volgens mij ook allemaal klaar. Ja, dan moet er alleen nog even kaas worden gemaakt. En dan kunnen we dat scenario afsluiten. En dan hoop ik dat we daarna wat anders kunnen doen. Ja, dit wordt allemaal goed onderhouden. Ik weet niet wat voor spul dit is. Een of ander chemisch goedje. Dus dat is helemaal top. Alleen ja, dit veld is een beetje lastig. We hebben te weinig mensen daarvoor. Maar ja, om extra mensen aan te nemen is ook weer zoiets. Maar dan moet je een precision seed ervoor hebben of zoiets stond, hè. Dus we kunnen wel even in de shop kijken. Die. Een precision seed. Planten hebben we.
Kijk, deze moet daarvoor hebben. Ah joh. Gokken we over die handel. Oké. Dan kan dit namelijk gewoon ingezuid worden. Ik zit even te kijken wat voor spullen je allemaal hebt. Nou, je hebt gewoon eieren. Maar ik zag hier ook bijvoorbeeld... je hebt koolzaadolie. Wat is dit? Ground poppy seeds. Je hebt, wat is dit? Rabbit meat. Kiel meat. Tomatensap. Zonnebloemolie. Geitenkaas. Dat is wel zo vies. De black currant plant. Moet je kijken hoeveel spullen je hebt, joh. Dat is echt bizar wat je allemaal kan maken. De bunny potato. De pear sapling. De oat seed organic. Wat geeft hij nou weer in? Fire. Oh, is... Oeh. Help. We hebben vuur. Ja, dan komt de band weer aan, hoor. Tomme, waar komt het vuur in één keer vandaan? Regen toch? Dat vuur moet eruit gaan. Pff. Oh, dan moet hij natuurlijk weer zeker weer gerepareerd worden. Ja, renoveer. Maar ja, alle velden zijn ook ingezaaid. Hier, kijk eens, dit ziet er wel geinig uit hoe dat allemaal netjes in rijtjes is gezaaid. Dit duurt 83 dagen, dit duurt nog 16 dagen. En dit duurt ook nog 33 dagen en 83 dagen. De kaas is ook bijna klaar, dus daar wacht ik nog eventjes meer. En dan gaan we eens kijken wat we daar verder kunnen doen. En staat op 90%. En dan hebben we in ieder geval die ook afgevinkt. Alleen ik weet niet wat meer waard is, joh. Want we hebben, wat is dit? Koeienkaas, gele koeienkaas, boter. Bioboter. Wat is dit? Ja, geitenmelk, we hebben gegeten. Wat is dit dan? Schapenmelk. Ja. Maar je kunt het dus wel zien wat het meest oplevert. 54.000. 73.000. 50.000. Dus het kaas is momenteel wel het meeste waard. Butter organic. 75. 50. 109. Of we moeten misschien biokaas maken als dit zo klaar is. Als we biokaas maken, dan maken we best wel veel geld. Dus dat is wel een idee. Alleen even de productie staat even stil. Ik vind alleen wel dat het enorm veel regent. Heel vaak. Not enough resources, cow's milk. Nee, dat klopt. Current food quality. En die moeten hetzelfde. We hebben ook geen haven meer. Laten we even wat haven kopen. Even wat extra haven, want we hebben niet echt zo heel veel, eten meer voor de beestjes. Haver. Waar staat haven? Wat is dit? Dit is rogge. En dit is haven. Laten we 2500 van kopen. En ook 2500 aan gras. Waarschijnlijk hebben ze te weinig eten, denk ik. Ja, ik zie wel, ze hebben geen eten. Your cars are not fully satisfied with the variety of food they eat. Make them all completely satisfied. Ja, maar dat kan niet. Current satisfied with food. Kijk, dan moeten we dus de koeien... Moeten we dus verzorgen dat ze eten hebben. Want hij staat nu 61, dus waarschijnlijk moeten we... Wat is dit? Fodder beets en crops. Dus die moeten we ook even kopen. Fodder beets en crops. Crops, fodder beets. Nou, doe dan ook maar 2000. Alsof we geld genoeg hebben. En die moeten we hebben. Bye. Dan is hij nu 75%. Maar dan moeten ze natuurlijk ook eerst alles krijgen. Denk ik. Het wordt zo meteen eerst afgeleverd. Hij staat nu op 75%. Ik denk dat we het gras binnenkort... Ja, nog een weekje en dan kunnen we het gras oogsten. Dus dat is wel goed. En dan zetten we deze eventjes op biokaas, want dat levert best wel veel op. Dan verkopen we die andere kaas even. We kunnen ook wat silage verkopen trouwens, maar dat doen we nog niet voor de zekerheid. Straks hebben we te weinig. We hebben te weinig koeienmelk.
Maar dat wordt geproduceerd. Dat wordt geproduceerd. Oeh, no, maar... Oh, hier denk ik, of niet? Ja, kijk, zo kan ik een forum maken. Nou ja. Het ligt er allemaal mooi bij. 22 dagen. Hebben we eigenlijk een maaier? Ja, toch? Nee, we hebben geen maaier. Niet dat het heel erg is. We hebben een... Nou, dan laten we maar even wachten. Niet genoeg koeienmelk. Maar hij staat nu 75%. Current food quality. Maar wat moet ik dan nog meer? Wat moet ik dan nog meer aanschaffen? Wat moet ik van dat biospul hebben? Ja, dit is wat ze momenteel hebben aan eten en drinken. Mest, manure. Ik heb het wel gekocht, dus ik ga ervan uit dat ze dat zo meteen wel krijgen. Kijk, hun food quality is nu een heel stuk omhoog. Alleen hij is nog steeds 75%. Current satisfaction with food. Ja, de food, deze, kijk, die is 100. Deze is 100% food quality en dan moet deze meteen ook 100% denk ik. En dan hebben we hem gehaald. Maar dat duurt nog even. Kijk, time to expand dairy production. Start breeding goats and sheep. Produce 1000 goats milk and 500 times sheep's milk and sell them on a market. Dat kunnen we doen. Maar wat ik nog wel even wil doen is even maaien. Dan moeten we nog even een maaier kopen. We moeten nog een opraapwagen hebben en een harkende en zo, dacht ik. Ja, een windrower moeten we hebben. Een windrower. En een opraapwagen moeten we ook hebben. Kijk, kijk, het wordt nu gemaaid. Kijk, ik kan er nu wel eventjes een voeder van maken. Zo. Oké. Mooi. Nou, we moeten dus in principe schapen en zo maken. Maar dan moet ik even kijken waar we die neerzetten. We moeten schapen en... Hoeveel schapen en zo moeten we hebben dan? Nou, we moeten schapen en... Schapen en geiten. Die moet ik hebben. Animals. Small shed. Daarin. En daarin. Dan gaan we ook nog even 2 mensen aannemen. Oh, 3 mensen ook goed. Kijk, en dan wordt het gras, kijk, dat wordt nu gemaaid en dan wordt het opgeraapt en dan kunnen we dat ook weer gaan verkopen. Dus dat is wel geinig. Hoe dat dan werkt. Hup, dan wordt gemaaid en dan wordt het volgens mij geharkt. Dan hebben we een mailtje. Nou, we hebben gras gemaaid. Wat goed. Kijk, hier doen we schapen in. 1, 2, 3, 4, 5. En hier doen we geiten in. Mooi, dan moeten we nog even daar eentje assignen, daar eentje assignen. Artemis komt. This harvest time for most short and last moments to work in the fields before the fire frost start in. Doe maar crops en die. Een silage. Maar kunnen wij dan... Kunnen we dit niet upgraden of zo dan? Maakt ook niet uit. Maar we hebben dus nou in ieder geval dus ook... schapen en geiten hebben we dus nu ook. Dus daar kunnen we ook spullen mee maken. Nou, dit veld er staan ook. Waarom wordt er nog niks... Ja, nou kijk, nou komt hij met de opraapwagen, komt hij langs. En dan gaat hij het opraven. Het is net gehard. Kijk, top. En dan wordt dat er neergegooid en hebben we dus ons eigen gras geproduceerd. Nou, we komen er wel. Het is alleen eventjes een beetje uitvoeren voor hoe en wat. Als we alleen maar te produceren en daarom moeten we het gaan verkopen. We hoeven er niet wat zooi voor te maken, dat scheelt. We moeten het alleen verkopen.
Maar dat manure, dat kunnen we toch ook aanzetten, of niet? Dat er... Dacht ik. Je kunt ook bemesten met mest, dacht ik. Want we hebben hier een mestverspreider. Alleen hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Dit is ook bijna klaar met de oorzen trouwens. Nog 6 dagen. Maar we zijn lekker op de rit, jongens. We zijn lekker op de rit. Dus ja, we gaan denk ik de volgende keer gaan we lekker verder. Hopelijk hebben jullie genoten, jongens. Als het zo is, knal... Oh, ik moet natuurlijk biomelk hebben, denk ik. Dat we dat daarom niet kunnen maken. Nee, maakt het maar normaal. Moet je dan persen biomelk hebben? Nee, toch? Ja, ik denk het wel. We hebben wel vet veel melk nu. Ik denk dat echt puur... biomelk moet hebben. Maar jongens, ik vind het mooi geweest. We zijn weer een mooie vooruitgang geboekt. Hartstikke blij mee. Hopelijk hebben jullie genoten. Als het zo is, knal natuurlijk eventjes de like erop. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!